Ja, hoe zit mijn morele besef in de gezondheidszorg in Nederland? Ik ben eigenlijk wel diep onder de indruk van alles wat er in Nederland geboden wordt. Van de mate van betrokkenheid van artsen, van specialisten. Ik denk wel dat heel veel specialisten en artsen op dit moment aanlopen tegen het feit dat ons stelsel van hen met name vraagt om veel te produceren, tussen aanhalingstekens. En in die zin herken ik ook wel een thema van Sandel, namelijk kun je alles kopen? En ik denk dat het diepe besef in de zorg aanwezig is dat je niet alles kunt kopen. Dat zorg ook niet over de hele linie leverbaar is. Maar dat er wel een risico is dat van overbehandeling op grond van het feit dat mensen voor productie en voor volume betaald worden. En dat besef is vrij breed aanwezig en dat is maar goed ook, want dat betekent dat het morele besef rondom de zorg vrij groot is en dat het uiteindelijk om de patiënt gaat en niet om de omzet en niet om de volumes en niet om uiteindelijk het aantal contacten, maar de kwaliteit van de contacten.